Zeg, tegen de slappe lach aanspelen is een groot theatergeheim. Dat is het leukste wat er is. Oh. Ja. En dat is ook voor de mensen het leukste eigenlijk. Want dat voel je volgens mij als we net niet gebeurt. Of soms wel. Ik heb wel eens in een voorstelling gespeeld. Dat was ook een fikse komedie met Steven van Watermullen. En toen hadden we een keer tijdens een voorstelling kregen we de slappe lach. En toen zei hij, zullen we het gewoon elke avond doen? En dat vinden mensen ook in de zaal leuk, want die denken dan, wij waren erbij, dat ze een slappe lach kregen. Ja, dat is een echt moment. Maar dat speelden we gewoon elke avond. Echt? Doen alsof maar dat doen wij niet, doen alsof je, want het, omdat het publiek dan een exclusief gevoel heeft van die avond. Wij waren erbij. Toen dat ze het niet hielden. In een komedie kan het, in een Griekse tragedie is het wat lastiger. Maar. Kan niet voor, vind ik, maar ik vind niet dat het kan. Mark? Als je het expres doet, als het er gewoon in zit. Als het werkt. Is dat goed? Ja, maar dat is toch oplichting? Dat is dan niet waar? Het hele toneel is toch oplichting? Is toch allemaal, ja.